Goedemiddag. Goedendag. Martin Doeven, Gulpen op 2.0. Ja, dat klopt. Hey, vandaag met een man of 25 Hogeschool Zuid de gast op de Gulpen Bierbrouwerij. Dat klopt. Confronterende presentatie. Zeer confronterende presentatie, dat klopt. Ja. Ja, dat is een leuke ervaring en ja, zeker leuk om nog een keer te doen. Ik heb veel geleerd over het bierbrouwen, over de boven- en de ondergisting. En ja, uiteraard met mijn bierkennis heb ik de eerste plaats veroverd in de bier, Gulpen bierproeverij competitie. Ja, nou, je hebt een 8 punten gescoord van de 9. Ik denk dat dat heel erg goed is. Dat was natuurlijk een stukje smaakconfrontatie, maar ja, we zijn ook hier bij elkaar geweest om een presentatie te krijgen van Toos Hofstede, dus hoofdcommunicatie op de brouwerij. Hij heeft communicatie ook gestudeerd in een universiteit. En waarschijnlijk een hele andere strategie als datgene wat jullie op school, jullie op school mee bezig zijn, of niet? Ja, dus het klopt enigszins, maar ik denk een beetje van Toos. Die schreeuw, of in ieder geval die, in het begin hoorde ik heel erg van, we doen niet aan marketing. Maar van de andere kant, ze doen inderdaad heel anders aan marketing dan wat wij geleerd krijgen. Maar, in wezen is het allemaal een beetje marketing. Maar inderdaad, het lukt ze naar een eigen draai aan geven. Zeker voor zo'n bedrijf dat heel authentiek wordt zijn en heel anders dan de rest, doen ze het heel goed. Ja, wij noemen dat gewoon heel anders. Hè? Juist. Marketing is eigenlijk een beetje een woord dat niet gebruikt wordt hier in de brouwerij. Mm-hmm. Dus wij houden eigenlijk zeg maar veel meer van magnetizing eigenlijk, als je het zo kunt benoemen. Dat klopt. Hey, maar vierdejaars, nou bijna afgestudeerd en dan aan het werk? Nee, ik ga nog even verder studeren. Ik wil ook nog even naar de universiteit. Oké. Okay. En waar? In Rotterdam, de Erasmus. Wil ik entrepreneurship, strategy en business economics. Okay. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Heel interessant in ieder geval. Ja, dat denk ik. Goed, ik hoop dat het een leuke middag was. Ja, ik heb me zeer zeker geamuseerd. En ik ga nog even het feestje voortzetten. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.